Hey hey, ik ben Ilona en welkom op het kanaal van Be Ilona. Vandaag, je ziet het, een iets andere setting. Ik sta namelijk in mijn winkel en daar is een hele goede reden voor. Vandaag ga ik je namelijk een Dior make-up laten zien. Niet zomaar een Dior make-up, maar de Dior lips. Ik toon je stap voor stap hoe je deze kan creëren. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, maar op mijn model Lentil. Ik begin met mijn handen te ontsmetten zodat ik proper aan de start kan gaan en ook reinig ik mijn borstels om hygiënisch te kunnen werken. Ik parfumeer de tissues en ik hang deze bij Lentil op de kledij. Zo wordt ze al helemaal gek van de Dior geur Miss Dior Absolutely Blooming. Ik neem de Lip Sugar Scrub van Dior. Ik kuis het bovenste van deze lipstick af en breng deze aan bij Lentil. Ik leg Lentil ook uit dat er korreltjes in deze lipstick zitten en dat ze de lippen even over elkaar moet wrijven, zodat ze echt de scrub feeling op de lippen krijgt. Dan neem ik de overtollige korreltjes weg met een wattenschijfje. Nu ga ik aan de slag met de Fix It Concealer van Dior. Deze Fix It Concealer gebruik ik als primer voor de lippen. In de kern van de concealer zit ook een verzorgend aspect, dus die gaat de lippen ook mooi egaal en zacht maken. Nadien neem ik een Crayon Lèvres van Dior, dus een lippenpotloodje. En deze breng ik aan om de contour van Lentil's lippen mooi te accentueren. Wanneer je eerst een lippenpotloodje aanbrengt onder je lipstick, gaat je lipstick ook veel beter blijven zitten en heb je een veel mooier resultaat en intensere kleurpigmentatie. Ik neem een van mijn favoriete must-haves producten van het moment, de Lip Tattoo van Dior. Dit is een liquid lipstick die je kan aanbrengen op de lippen. Deze is echt een liptattoo. Waarom die naam? Omdat hij echt super goed gaat blijven zitten. Ik breng hiervan een beetje aan op mijn hand voor hygiënische redenen, omdat ik deze niet met een testerapplicator wil aanbrengen, maar met het lippenpenseeltje. Ik leg Lentil ook uit waarom ik deze ga gebruiken en dat is voor zijn langhoudende eigenschap. Ik neem er de Fix It Concealer die ik daarnet als primer gebruikte en deze breng ik ook aan op de contour van de lippen om de lippen nog meer te accentueren en naar voren te laten komen. Dan neem ik de Dior Skin Nude Air Luminizer. Dit is eigenlijk een highlight. Maar doordat de metallic lips zo in de mode zijn en je dan van elke lipstick een metallic lipstick kan maken, gebruik ik deze als een soort topcoat op Lentil haar lippen. Zo, en hier zie je Lentil met haar Dior Lip Tattoo Metallic Lips. Oh, nice. Ik heb het nog niet gezien, hè. Metallic Lips. Zo, dat was hij dan. De creatie van de Dior Lips in amper 5 minuten met 5 producten. Ik hoop dat je het heel fijn vond om naar te kijken. Wat heb je geleerd uit deze tips en tricks? Laat het mij zeker weten in de comments. Vond je het fijn om te kijken? Geef een duimpje omhoog. En wil je op de hoogte blijven van al mijn nieuwste video's? Aarzel dan zeker niet om je te abonneren, want dat is trouwens gratis. Adios, mijn beauties, en tot binnenkort.